Het is het nieuwste van het nieuwste in politieland. De PD-unit, zo heet de speciale vrachtwagen waarmee de recherche onderzoek kan gaan doen op plaats delict. Zeeland-West-Brabant kreeg de eerste wagen en heeft daarmee de landelijke primeur. De PD-unit lijkt wel een rijdend politiebureau van 9 meter lang. Er is een vergaderruimte met groot scherm voor videovergaderingen. Er is een werkkamer, een keukentje, natuurlijk uitgevoerd in politieblauw. En lichtmasten die de plaats delict in het donker kunnen verlichten. De oude wagens zijn ongeveer 20 jaar oud. En voor die tijd was het redelijk modern. En die zijn destijds gebouwd om met name één coördinator de ruimte te geven om aan het werk te gaan op plaats delict. Dat was de forensische coördinator. Maar de huidige tijd vraagt om meer ruimte. Op de plek van een misdrijf zijn nu ook digitale experts betrokken. Agenten die beelden opvragen van bewakingscamera's en ze gebruiken voor het onderzoek. En ook het drone-team dat luchtbeelden maakt. En dan is er ook nog de tactische recherche die de deuren afgaat voor buurtonderzoek en huiszoekingen doet. Allemaal kunnen ze terecht in de bus. Op dit moment zijn er natuurlijk veel units in omloop in Nederland. Een vrachtautootje, een haakarmbak tot en met een soort gelijke trekker-opleggercombinatie. En we streven ernaar als nationale politie om daar een eenheid in aan te brengen. En men heeft wel gezegd, joh, dit hebben we nu gebouwd. Vanaf nu is het wel de standaard voor de andere eenheden, mochten die aan vervanging toe zijn. De PD-unit heeft zijn vuurdoop al gehad. Vorige week na de dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom is de truck voor het eerst ingezet.